Maar eerst, rondkomen van slechts 1000 euro of minder in de maand. Steeds meer Brabanders leven onder de armoedegrens en de financiële nood. Die groeit. Het CBS kwam vandaag met nieuwe cijfers. En aan tafel zitten budgetcoach Helene van Minderhout en wethouder Sultan Günal van de gemeente Uden. En zij heeft een speciaal armoedebeleid. Allebei van harte welkom. Dankjewel. Ja, jullie hebben het druk, Helene, denk ik. We hebben het zeker druk. Ja, ontzettend druk. Maar niet alleen met de mensen onder de armoedegrens. Nee. Het is ook zeker druk met mensen met een gewoon modaal inkomen. Oké, okay. En bij jullie bij de gemeente? Net zoals wat er net gezegd werd, ook wij hebben natuurlijk niet nu alleen, maar sinds een paar jaar enorm veel te maken gehad met stijging van schuldenopvangvragen. Ja. Het probleem wordt groter. Jij geeft het net al aan. Ja. Mensen met een inkomen tussen de 3000 en 4000 euro per maand netto, ja, die hebben problemen. Die hebben problemen, ja. Maar hoe komt dat? Bagage van de afgelopen jaren, overbestedingen. Het kon allemaal niet op in Nederland. Hè. Mensen konden alles lenen wat ze wilden lenen, alles kopen wat ze wilden kopen. En nu gaat het iets minder in Nederland. En ja, nu moet men de rekening betalen. Ja. En dat is best lastig. Dat lijkt me ook. Ja. De gemeente Uden is met een pilot bezig. Mm-hmm. Jullie willen er iets aan gaan doen. Om die armoedegrens in ieder geval of in de gaten te houden. Mensen die dus hun rekeningen niet op tijd betalen, daar krijgen jullie een seintje van. Hoe werkt die pilot precies? Inderdaad, omdat we merkten dat de laatste paar jaar sinds 2009 aantallen zo enorm toenam, hebben we gezegd van ja, je kunt aan de achterkant blijven hulp bieden, maar het is veel beter dat je in het begin, als mensen meteen in aanraking komen met schulden, meteen daar ook iets mee te doen. Mm-hmm. Zodoende hebben we afgelopen april met zorgverzekeraars, banken, nutsbedrijven afspraken gemaakt om bij betalingsachterstanden meteen een melding bij ons te doen. Ja. Zodat wij meteen op huisbezoek bij mensen kunnen gaan, contact op kunnen nemen met mensen en meteen kunnen zeggen van hey, pas op, wij kunnen voor je iets betekenen. Ja. Wacht maar dat nou betekent dus mensen die hun rekeningen niet betalen, jullie krijgen die melding en bellen jullie dan op? Wij nemen contact op. Daarvoor hebben we onze schuldhulpverleners, maar daaromheen hebben we ook nog 30-tal vrijwilligers die enorm veel kennis en ervaring hebben met schuldenproblematiek, maar met de doelgroep ook. Die gaan echt op huisbezoek bij mensen. Ja. Die proberen de hele situatie in beeld te brengen. Wat is er aan de hand? Ja. Orde op zaken te stellen. Contact. Ze gaan dus helpen. Ja. Maar dat is eigenlijk wat jij ook doet, maar dan als budgetcoach. Ja, dus dat is onze doelgroep vindt dat eigenlijk, of hè, mijn collega's vinden dat eigenlijk best wel heel lastig. Door en in het oog voor jou, vrijwilligers. Door alle bezuinigingen wordt ons vak eigenlijk uitgeoefend door vrijwilligers. En dat is eigenlijk gewoon heel erg jammer. Maar wat is nou het verschil? Wat doet zo'n budgetcoach? Wat kun jij voor de mensen betekenen? Wij zijn inderdaad ook puur gericht op preventie en op nazorg en begeleiding gedurende een traject. Mm-hmm. We gaan ervan uit dat er geen problematische schulden zijn. Dus als er echt problematische schulden zijn, dreigende woninguitzettingen, moeten mensen inderdaad gewoon echt naar de gemeente. Maar er is ook een hele grote groep die gewoon daarvoor al eigenlijk van een heel minimaal inkomen moet rondkomen, omdat ze gewoon al heel veel vaste lasten en aflossingen hebben. Mm-hmm. En daar kun je ze dan bij helpen door het plaatje inkomsten-uitgaven in ieder geval duidelijk te maken. En mensen hun keuzes te laten maken van waar geef ik mijn geld aan uit. En mensen vooral leert, en dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap, dat uiteindelijk na die periode van begeleiding, dat zij gewoon zelfstandig het zelf kunnen doen. Nou, heb jij een uurtarief? En bij de gemeente is het kosteloos. Nou ja, ik werk heel veel voor werkgevers, maar ook voor woningcorporaties. Want hoe werkt dat dan in het geval van een werkgever? De werkgever betaalt mijn kosten. Want ja, die zit niet te wachten die op een zieke werknemer die uitvalt omdat hij gewoon niet meer weet wat hij moet doen omdat hij in schulden zit. Ze zijn meer fraudegevoelig. Ze zijn gewoon vaker ziek. Ja. Denk aan het loonbeslag wat gelegd wordt of mensen komen vragen om een voorschot of een lening. Ja. Het kost werkgevers ook klauwen vol met geld. Maar eventjes dan terug naar de gemeente. Zijn jullie misschien niet iets te laat op het moment dat je al ziet dat het misgaat? Kan het niet eerder nog? Daarvoor willen we juist dat we zoveel mogelijk aan de voorkant zitten. Hè. Daarom mm-hmm. hebben we ook dat hele vroegsignalering, preventie als ambitie uitgesproken. Want je kunt inderdaad achteraf pleisters blijven plakken, maar dat lost structureel heel weinig op. En bovendien zijn de schulden zodanig uit de hand gelopen dat het echt enorm veel tijd, investering en moeite kost om dat weer in goede banen te leiden. En juist daarom willen we zoveel mogelijk in het voortraject zitten. Ja. Maar ik wil wel even terugkomen op die vrijwilligers. Waarom wij vrijwilligers zo belangrijk vinden.
gaat met name erom dat vrijwilligers heel erg laagdrempelig en toegankelijk zijn voor de mensen die in schulden zitten. Want het is denk ik ook een enorm grote drempel. Ja, het is een mentaliteitsprobleem, denk ik ook. Hè? Mensen hebben er ook wel moeite misschien mee om toe te geven dat het mis bij hun gaat. Daardoor wachten ze ook heel lang voordat ze inderdaad met de hulpvraag komen. Oké, kun jij nou nog tips geven om mensen uit de schulden te houden? Ja, absoluut. Mensen moeten altijd zorgen dat ze gewoon weten wat er inkomt en wat er uitgaat. Dat is gewoon het ouderwetse kasboekje, is de basis van alles. Als je dat niet weet, dan ga je gewoon uiteindelijk een keer langs dat spoor. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Mm-hmm. En ook wat ik ook heel belangrijk vind is, schroom niet om hulp te vragen. Ook al denk je van, ja, ik heb eigenlijk geen problemen. Nee, ook juist dan moet je hulp vragen. Ja. En heel veel gemeentes, ik bedoel, het is ook het nieuwe beleid van de nieuwe wet schuldhulpverlening. Jullie moeten gewoon bezig zijn met preventie en met nazorg. Het is niet iets wat gemeentes nu leuk zelf gaan bedenken. Ja, want er werd natuurlijk ook aangegeven dat het in 2010 zou het beter worden. Hè? En 2011, het wordt er niet beter. Wordt het niet alleen maar slechter? Bij ons begon de enorme toename in 2009 al. Hè? Als je dat vergeleek met het jaar daarvoor, hadden we al meteen in 2009 te maken met een stijging van ruim 100 aanvragen. Dat heeft zich in 2010 ook doorgezet. 2011 leek een beetje op te stabiliseren, maar nu merken we juist via de preventiepilot dat er ineens in dit jaar 100 extra meldingen via die weg hebben binnengekregen. Op zich prima, hè? Dan kan je ook heel vroeg bij zijn en daar op actie ondernemen. Maar in ieder geval is er nog steeds sprake van belangrijke toename qua schuldaanvragen. Het is jammer om te zien. Wat ik ook wel belangrijk vind om te melden, inderdaad, we hadden jarenlang een doelgroep die vanwege het bestedingspatroon in de problemen kwamen. Maar wat we nu afgelopen 2 jaar vooral merken is dat je ineens met hele nieuwe doelgroepen in aanraking komt vanuit gemeentelijke schuldhulpverlening. Huiseigenaren. Waar geen oplossing voor is. Kijk naar de ondernemer. Nee, maar huiseigenaren die ineens een van de inkomens wegvalt van aanleiding van hun werkloosheid. Ja. En dan ineens moet woning verkocht worden met een grote restschuld opgezadeld zitten. En dan komen ze inderdaad vrij. Of ZZP'ers die ineens... Het is een onderwerp wat speelt en dus voor iedereen kan overkomen. Ja. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor de toelichting. En meer informatie vindt u natuurlijk ook op onze website omroepbrabant.nl/onderons.